7 tips om snaaien te voorkomen. Hey, dit is Danny hier, de vetverlies specialist. En ja, ik heb ze weer op een rijtje gezet hoor. 7 stuks om het snaaien te voorkomen. Misschien heb je het wel gemerkt bij jezelf. Ja, overdag gaat het vrijwel goed hè. Je eet bijna niks en je hebt er niet zoveel last van. Maar ja, als je 's avonds thuis komt of einde van de middag thuis komt. Misschien voor het eten, hè, voor het avondeten of juist na het avondeten. Ja, dat je honger begint te krijgen. Lekkere trek. Hè? Zin om te snaaien. En gewoon even lekker zin in lekkere dingen. Nou, ik denk dat er heel veel mensen hier last van hebben. En ik ga je vandaag 7 tips meegeven om zo min mogelijk nog te kunnen snaaien. Want ik snaai bijna niet en ik gebruik deze 7 tips. Hè, dus volg deze tips en je gaat er vanzelf beter van worden. Oké, als allereerste, dat is sowieso al het belangrijkste, focus op verzadiging. En ik heb hier een heel mooi woordje achter gezet, WEF. En dat betekent water, eiwitten, vezels. Je wil 1, heel voldoende water wil je gaan drinken. Hoeveel? Per 25 kilo die je weegt, 1 liter water. Dat mag ook vocht zijn. Dus dat mag bijvoorbeeld ook ranja zijn, suikervrij ranja. Dat mag ook thee zijn, noem maar op. Dat telt ook. Dus als je 75 kilo weegt, 3 liter wil je wel binnenkrijgen voor verzadiging. Nummer 2 is eiwitten. Voldoende eiwitten. Want eiwitten zorgen voor meer verzadiging. Vrouwen, 100 gram minimaal op een dag. Ja, mannen 150. En wanneer je dat gaat doen, gaat het een wereld veranderen voor je. Vezels. Je wil voldoende vezels wil je binnenkrijgen. Ja? Dus voldoende fruit. Dus 2 stuks fruit wil je gaan eten. Je wil voldoende groente ook gaan eten. Maar ook gewoon volkoren producten voornamelijk. Ja, dus ga bijvoorbeeld volkoren pasta eten. Volkoren rijst. Volkoren brood. Volkoren crackers. Ga daar meer op focussen. Daar zitten juist meer vezels in. Zal je langer van verzadigd zijn. Ja? Doe dit. Nummer 2. Ga iets actiefs doen. Vaak is het zo. Hè, als we gaan snaaien. Is het vaak dat we of uit verveling. Of je hebt wel echt honger, dat kan natuurlijk ook. Maar vaak is het zo uit verveling. Dat je gewoon thuis zit, 's avonds op de bank en even zien wat het lekkers, weet je wel. Ga in plaats van op dat moment dan naar die kast toe. Denk dan bij jezelf van je wil je gedachtes, wil je ergens anders op focussen. Dat is het allerbelangrijkste. En wanneer je dat doet, wanneer je die switch maakt, zal je vergeten dat je eigenlijk aan eten dacht. Dat is het meestal. Je bent gewoon dom aan het denken. En het komt gewoon in je op van, ik heb wel zin in wat, weet je wel. Ik verveel me, ga ik dat wel doen. Nee, ga je actief doen. Dat kan stofzuigen zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook een andere afleiding zijn. Dat kan bijvoorbeeld ook eventjes gaan een rondje wandelen. Ga een spelletje doen. Ga iets doen. Dat is sowieso iets wat je op dat moment kan doen. Dus als je denkt van, ik heb zin in wat. En je hebt de neiging om naar de koelkast te lopen. Sta dan even stil, stukje bewustwording. Oké, ik ga actief doen en je zal merken binnen een 10 minuten, kwartiertje, ook als je wacht. Vaak is het ook zo, je hoeft niet eens actief te doen. Wat je ook eventueel zou kunnen doen is, ik zet een wekkertje of een stopwatch van een afteller van 10 minuten. En je zal merken als die teller afgaat, denk je niet eens meer daaraan. Dus wacht meestal of ga je iets actief doen. Ja? Vervang bepaalde gewoontes, want dit is natuurlijk ook gewoon vaak gewoon het geval. Je hebt gewoon een bepaalde gewoontes, heb je ontwikkeld, vooral 's avonds op de bank, bij een Netflixje, hoort er wel een kaasje en een worstje bij. Waarschijnlijk hoort daar ook bijvoorbeeld even een chipje bij, of misschien een biertje, weet je wel. Hele dag hard gewerkt en in principe is dat prima. Je kan gewoon ook lekkere dingen, kan je gewoon eten. Als jij bijvoorbeeld, ik heb iemand gehad die elke dag gewoon 1 glas wijn dronk en gewoon hele mooie resultaten behaalde. Maar het wijntje was voor haar zo belangrijk om gewoon lekker de dag af te sluiten. Maar het bleef gewoon bij één wijntje. Dus dat moet je wel gewoon goed begrijpen. Er is natuurlijk wel een bepaalde vorm van restrictie. Je mag dingen hebben, je mag lekkere dingen eten. Maar ja, je wil wel gewoon rekening houden van zoveel en niet weer. Wat je eventueel zou kunnen doen, bepaalde gewoontes vervangen. Dus als je 's avonds denkt van, ik zit op de bank, ik kijk Netflix staat aan, ik wil graag een chipje erbij. Ga niet de Netflix vervangen, dat zou je ook kunnen doen natuurlijk. Want vaak is het zo, als je op bepaalde momenten Netflix gaat kijken, dat is de trigger eigenlijk al. Ik zit op de bank, ik kijk Netflix, ook daar moet iets bij. Want als je iets anders had gedaan, had die trigger, was er nooit geweest, had je nooit chips gepakt. Dus dat zou je kunnen veranderen, de trigger zelf. Maar ook bijvoorbeeld hetgene waarbij je op de bank zit. Dus bijvoorbeeld een zak chips. Dus je zou bijvoorbeeld in plaats van een zak chips, zou je bijvoorbeeld toch iets van kwark pakken of zo.
Of iets van, noem maar wat, even een Snacker Jacks bijvoorbeeld. Hè, misschien wat gezondere snack. Ga dat dus vervangen voor iets anders. En je zal merken van, het is meer gewoon uit verveling en gewoonte dat ik dit doe. In plaats van dat ik het echt nodig heb. Terwijl je eigenlijk op dat soort momenten ook gewoon strategieën, gewoon andere producten kan inzetten. Die eigenlijk, jouw craving eigenlijk voldoen. Zodat je het beter kan volhouden. Ja? Nummer 4, eet 3 tot 6 keer op een dag, op vaste tijden. Dit is wel een belangrijk. Waarom wil je 3 tot 6 keer per dag eten? Hoe vaak je eet op een dag, maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik raad je aan minimaal 3 keer. Minimaal 3 keer op een dag. Voor de meeste mensen ontbijt, lunch, avondeten. Maar je kan ook bijvoorbeeld ontbijt overslaan. Dat je lunch begint, pak je gewoon het tussendoor nog om 3-4 uur. En je pakt gewoon het avondeten. Eventueel kan je gewoon nog een snack tussendoor doen of 's avonds nog wat. Dat werkt ook prima. Maar probeer dat voornamelijk op vaste tijden te doen. Waarom? Je lichaam die werkt eigenlijk op een circadiaans ritme. Dat is hetzelfde ook met je slaap. Hè. Wanneer je bijvoorbeeld elke dag op dezelfde tijden naar bed gaat en op dezelfde tijden weer opstaat, ga je op een gegeven moment voor de wekker wakker worden. En ditzelfde ook, hè, als je elke keer om 12 uur gaat eten, zal je lichaam om 12 uur een hongersignaal afgeven. En wanneer je eigenlijk ziet maar wanneer je wat eet, krijg je die signalen de hele dag door. En heb je vaak de neiging om gewoon alles te grijpen. Omdat je continu eigenlijk die signalen krijgt. Yes? Vaste tijden een beetje. Structuur is sowieso belangrijk. Structuur is nummer 1. Ja? Haal minder in huis. Nou, dit is eigenlijk een hele makkelijke. Maar is een wel hele belangrijke. Als jij minder wil gaan snaaien, ga minder lekkere dingen in huis halen. Want als het er is, dan ga je het nemen. En ik kan heel goed begrijpen dat je bijvoorbeeld kids hebt waarbij je niet alle lekkere dingen uit huis kan halen. Maar je kan het wel bijvoorbeeld voor jezelf verbergen. Bijvoorbeeld of moeilijker maken voor jezelf. Als jij de koelkast hebt. Als jij bijvoorbeeld, stel je voor je wil minder bier drinken. Hè? En jij opent de koelkast en je hebt op de ooghoogte heb jij bier staan. En dat de kans is gewoon vrij groot dat jij gewoon sneller een biertje pakt dan op dat moment. Terwijl je bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld al die biertjes in die groentelaag gooit daar beneden, zie je het minder, is de kans dan ook veel groter dat je gewoon, veel kleiner dat je uiteindelijk dat biertje gaat pakken. En dus wil je dingen meer gaan doen, zet het op hoge hoogte, maak het makkelijker voor jezelf.